beeldende kunst. En daarmee bedoel ik dan schilderijen en beeldhouwwerken en tekeningen. Ze zijn ongelooflijk belangrijk, omdat ze op de een of andere manier een vorm kunnen geven aan iets waar we moeilijk woorden voor kunnen vinden. Een schilderij lijkt altijd groter te zijn dan de beschrijving van een schilderij. Wat mij altijd ontroerde is dat mensen bij groot geluk of enorm verdriet daarnaar lijken te grijpen. En ik heb gemerkt dat dat bij mij ook zo is. Namelijk bij de dood van mijn moeder een schilderij van Luc Tuymans waarbij een man in de tuin staat met een boom ergens bij voor hem met een spade in de grond. Die spade in de grond roept natuurlijk een aantal herinneringen op die te maken hebben met een begrafenis bijvoorbeeld. En op die manier vormt een schilderij een soort begin van iets. Je moet natuurlijk verder met je leven. Dus je moet op de een of andere manier dat kunnen benoemen. En daarom wemelt dat boek letterlijk van de kunstwerken. Vanuit de oudheid tot en met nu. En wat ik nooit zal vergeten, echt een bijzonder ontroerend moment vind ik, wat ik mij altijd zal herinneren, was de blik van mijn vader toen hij mijn moeder zag. Het is een heel fysiek ding, namelijk iemand die gestorven is, is veranderd. De rimpels zijn weg, de kleur is anders, wit, men is wit. Het gekke is dat het boek begint bij de dood van mijn moeder, maar mijn moeder speelt nauwelijks een rol in het boek. Integendeel. Wat het eigenlijk is het zwarte gat dat geslagen wordt na de dood van mijn moeder, het gemis. En je zou kunnen zeggen dat mijn moeder letterlijk het zwarte gat is, als een zwart puntje in een grote grijze cirkel. En hoe langer dat je kijkt naar wat niet te zien is, naar dat zwart gat, hoe meer de rest daardoor aangetast wordt en eigenlijk verdwijnt. En dat is een ongelooflijk fysiek beeld. Dat is een enorm ding. Het beeld van iemand die gestorven is. En dat zorgt er ook voor dat je herinneringen, dat je daar niet aan kan. Dus dat je eigenlijk eerst moet wachten tot dat beeld van dat witte beeld, dat wit masker, dat poreus geworden is door de tijd. Waardoor je de herinneringen erachter weer kunt zien. En dat is ook wat in dat boek geprobeerd wordt. Natuurlijk telkens voorbij dat wit masker, maar telkens komt dat terug. En dat is iets wat mij ongelooflijk interesseert, hoe wij telkens opnieuw kleine verbindingen maken om het mogelijk te maken om te leven. En dat is letterlijk wat de hele tijd in die boeken van mij gebeurt. En dat is het soort web, het soort netwerk waaruit die boeken van mij bestaan. Dat is het verhaal. Het feit dat al die dingen proberen in contact te komen met elkaar en nieuwe betekenissen te maken. Het is geen moederboek. Het is eigenlijk het boek van de achterblijvers. Van de mensen die overblijven en proberen met dat verdriet om te gaan. Dus dat betekent dat je dat gat dat er geslagen is, dat je dat weer moet dichtmaken. Dat je daar iets moet overspannen. Een soort nieuw web. En dat is altijd een web van woorden. Dus je moet op de een of andere manier dat kunnen benoemen. En daarom gebruiken wij bijvoorbeeld beeldende kunst.